En oud-statenvoorzitter Emilinus Alfred Wijnduin is vanmorgen overleden. Hij is volgens de progressieve Surinaamse Volkspartij, PSV, 20 jaar lid geweest van de Staten van Suriname en later het parlement van de Republiek Suriname. Wijnduin was voorzitter van het parlement toen Suriname onafhankelijk moest worden. Ook na de onafhankelijkheid bleef hij voorzitter van het parlement. Tijdens zijn termijn als voorzitter kwam hij voor grote uitdagingen te staan. Onder andere toen hij na het overlijden van NPS'er Walter Salmijn een padstelling probeerde te doorbreken door Max Korendijk toe te laten te krijgen tot het parlement. De toenmalige oppositie was hier fel tegen en protesteerde. De oud-statenvoorzitter was een fervente voorstander van dat Suriname onafhankelijk moest worden. Kijk, ik ben vanaf het begin van die ontwikkeling. Ik heb samen met alle anderen de hartelijkheden van Nederland gehoord aan het adres van Suriname. En ik zeg Suriname, wij gaan Suriname wegjagen uit het koninkrijk. En ik zeg, al ben je niks, maar je hebt toch een jeje. Als je bij iemand woont, inwoont en ik bedoel, wat is jouw gwe? Wat is jouw gwe? Maar dan kan ik een moment zeggen, komen dat je zegt, nee, gwe Tamara. Nederland heeft bij herhaling laten blijken dat Nederland opgescheept zat met Suriname. En ik vind het jammer dat de tegenstanders nog steeds hameren. Maar het grootste motief van Suriname is geweest het feit dat Nederland ons met gesloten mond heeft gezegd, ga weg jongen. Je kost al heel. En toen hebben wij de eer aan onszelf gehouden. Het was niet zo onvoorbereid. Maar er is een statuut vooruitgegaan met 10 jaren. Dus Suriname heeft eigenlijk een soort ontwikkelingsperiode gehad om ons vertrouwd te raken met de ontwikkeling van de wereld. Kijk, ik praat niet van wat ik heb horen zeggen. Ik was in de Tweede Kamer. Ik was op Curaçao. En het viel ons steeds op dat Nederland eigenlijk Suriname weg wilde hebben. Als een Tweede Kamerlid zegt, als Suriname niet wil hebben, sturen wij per post de onafhankelijkheid naar Suriname. Kijk, je zit in de Kamer en je hoort die hartelijkheden die gezegd werden over Suriname. Terwijl Suriname is een rijk land geweest, Nederland heeft geprofiteerd van Suriname. Dat was het. En toen kwam die onafhankelijkheid. Het was een mooie dag. Ik heb bij de proclamatie van onafhankelijkheid heeft de toenmalige staatsgeneraal Kurt Waldheim gezegd: de wijze waarop Suriname zijn onafhankelijkheid verkregen heeft, is een voorbeeld voor de hele wereld. Dat zei de staatsgeneraal van de staatsgeneraal Kurt Waldheim. Hij zei: de wijze waarop Suriname zijn onafhankelijkheid verkregen is een voorbeeld van hem. In 1959 hebben 3 Afrikaanse bisschoppen bezoek gebracht aan president Verrier. En bij het vertrek heeft een van de bisschoppen gezegd: als Afrika een leider had op het niveau van de president van Suriname, zou Afrika een heel ander land zijn geweest. Dat zegt 3 kerkleiders met ervaring. Ze hebben Suriname vergeleken met hun eigen land. En ik moet eerlijk zeggen, de wijze waarop Suriname president Verrier bejegend, dat betreurt ten zeerste. De man zijn naam wordt helemaal niet genoemd, alsof hij niks betekent voor Suriname. Ik betreur Suriname. In mijn ogen is meneer Verrier een van de grootste Surinamers die wij ooit hebben gekend. De Algemene Ziektekostenverzekering en de Ambtenarenpensioenwet zijn onder het voorzitterschap van Wijnduin goedgekeurd. Emile was een nationalist en hield van Suriname. De verruwing van de criminaliteit en het vervagen van de normen en waarden en de sociale controle in het land waren vraagstukken die Emile nog voor kort bezig hielden. Ik zeg dat ik betreur de teleurgang van Suriname de laatste jaren. Want hoe dan ook, wij die eigenlijk op de tribune van het leven zitten, wij hebben onze bijdrage gehad. En vanuit die tribune kijken wij en zien de neergang van Suriname. Vooral het gezag. Er is geen gezag in het land. Er is ook geen moraal in het land. En wij ouderen, wij kunnen daar niks aan bijdragen. Het enige wat we kunnen doen is betreuren. En zo af en toe, als wij de kans krijgen om iets te zeggen,
om onze mening daarover kenbaar te maken. Maar de ontwikkeling binnen Suriname is... Suriname is niet het Suriname van Sydney, Pengel, Lachman en noem maar op. Dit land is totaal gedegenereerd. En waarschijnlijk, ik ben natuurlijk geen pessimist, maar een realist, waarschijnlijk zal u tijd niet meer meemaken dat we uit volle borst kunnen zingen Suriname. Tot de stromen. Over de hele linie is Suriname achteruit gegaan. Over de hele linie. Als wij de krant opslaan, wat we allemaal lezen, laat ons vaak de vraag stellen. Heb ik samen met anderen, Pengel, Lachman, noem maar op, heb ik ons daarvoor ingezet om een leefbaar Suriname voor het nageslacht achter te laten? Eerlijk gezegd, ik zoek naarstig naar elementen in de ontwikkeling van Suriname nu die ons aan de glorierijke periode terug doen denken. Is er niet. Er is ook geen figuur als drager van de ontwikkeling van Suriname. Nou, willen wij daadwerkelijk aan een ander Suriname bouwen, dan gaan we eerst bij het onderwijs moeten beginnen. Op de tweede plaats, de kerk. De kerk heeft een heel grote invloed op de ontwikkeling van de mens. Die desoriëntatie in Suriname schrijf ik helaas toe aan de minder wordende indruk van de kerk op de ontwikkeling van een Suriname. Los van de politiek hield Wijntuin zich ook bezig met het schrijven van boeken. Hij heeft geschreven over Pater Weidman en Louis Doedel. Wijntuin werd geboren in 1924 te Totnes-Koroni. Hij stierf op 95-jarige leeftijd. En dit was het Nationaal Nieuws. We zijn er straks met de buitenlandse berichten.